Dave van Wel, welkom. Ja. Je loopt toch niet boos weg nu? Ik loop nooit boos weg. Ja, ik zag het een keer op televisie. Ja, dat klopt. Of maar was er een reden toe. Was dat gespeeld? Nou, dat was allemaal in scène gezet. Oh, dat dacht ik al wel. Ja. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn. Ben je op televisie en loop je weg? Nee. Ik geniet altijd als ik op televisie mag komen. Dan ben ik altijd blij. En dan geniet ik altijd van de momenten die er zijn. Ja. Wat heeft, ik geloof in mij, jou gebracht? Ja, ik denk landelijk wat meer bekendheid en wat meer aanzien onder de mensen. Ja. Je merkt vooral als je onderweg bent naar optredens toe en dat soort dingetjes, dan merk je gewoon dat er veel meer aandacht voor je is. Ja. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Zeker. En ik vind het ook heel mooi en ik ben dankbaar voor alles wat eigenlijk op mijn pad komt. Ja. Maar je bent naast zanger ook producer. Ja. Vertel daar iets over, hoe lang doe je dat al? Ik produceer denk ik een jaar of 10. En ik heb inmiddels een stuk of 20 artiesten waar ik voor schrijf en produceer. En ik schrijf nog heel veel liedjes ook voor andere artiesten, zeg maar, die buiten mijn label ook meedraaien. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. En ik ben altijd heel erg blij en dankbaar dat de artiesten altijd bij me blijven. Dus, Nou, de cameraman die loopt hier ook al van, hij mocht ook een clip opnemen van een artiest van jou. Ja, nou ja, ik denk dat grotendeels van mijn artiesten allemaal naar Robert gaan. Die, ik gun het hem ook, het is een hele lieve man. En heel professioneel in wat hij allemaal doet, dus ik gun hem dat ook wel. Produceer je alleen maar Nederlandstalig of ook Engelstalig? Nee, ik produceer Nederlandstalig, Engelstalig, R&B, hip-hop. Ik vind eigenlijk van alles wat ik kan en mag produceren, dat probeer ik te doen. Of het moet echt dat hele harde trends of zo zijn, dat is niet echt mijn ding. Maar voor de rest ben ik wel heel erg vrij in wat ik kan. Ja, en wat heb je studio? Heb je thuis? In de schuur? Of op een... Nee, ik ben een aantal jaren geleden bij mijn ouders begonnen, boven op zolder. En dat is inmiddels helemaal verbouwd gewoon tot een officiële studio. En er zijn plannen binnenkort om uit te gaan breiden, dus dat wordt heel erg leuk. Zeker. Ja, wat dat betreft gaat het heel erg goed met mijn labeltje. En muzikaal gezien, wat kunnen we van jou dit jaar verwachten? Nou, er komen sowieso nog 3 singles aan. Er komt een liedje aan, echt een uitstapje in wat ik normaal eigenlijk niet doe. En er komen nog typische Dave van Wel singles aan, echt van die Nederlandstalige, vrolijke platen, zeg maar. En nog wat dingetjes misschien met de jongens van Ik Geloof in Mij. Dus er komen nog zat dingen aan dit jaar. Ja, maar je zegt de typische Dave van Wel sound. Ja. Wat moet daar absoluut in zitten dan? De typische Dave van Wel sound is toch wel in het algemeen vrolijk. Spaanse gitaartjes, een beetje percussie. En lekker dansbaar eigenlijk. Want ik merk dat ik daar het meest gelukkig van word op het podium. Ja. Oké. Okay. En verder nog plannen dit jaar naar singles uitbrengen? Ja, we zijn heel druk bezig met een management, een boekingskantoor en dergelijke die nou alles zeg maar onder handen gaat nemen. Ik heb dat altijd zelf gedaan. En we moeten nu wel iets gaan uitbreiden, omdat je wordt gewoon wat bekender. En ik ben er eigenlijk niet zo'n fan van om dat uit handen te gaan geven, maar het moet nu langzaamaan, denk ik wel. Maar ik probeer het wel allemaal lekker dicht bij mezelf te houden, want ik vind het contact met de klanten en de mensen rondom me heen wel erg leuk altijd. Ja. Mooie woorden. Waar kunnen ze jou vinden op internet? Op www.davevanwel.com, op Facebook, op Twitter, op Instagram en Google gewoon. En dan kom je vanzelf bij mij terecht. Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel.